Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, geldig voor deze donderdag, maar uiteraard ook met een blik op het aanstaande pinsterweekend. We hebben vandaag stralend zonnig weer, er zijn weinig wolken in de omgeving, dat betekent dat de zon vanochtend volop schijnt. De temperatuur loopt snel op en ligt halverwege de ochtend zo rond de 15 à 16 graden. Er kunnen dan een paar stapelwolken gaan ontstaan en daardoor zien we vanmiddag wat meer wolken dan vanochtend, maar de kans dat zo'n wolk uitgroeit tot een buis klein. 18 tot 21 graden wordt het en de wind komt uit het westen tot zuidwesten en die waait matig tot vrij krachtig. Vanavond lossen de stapelwolken weer op, blijft het overal droog en wordt het wat nevelig. De temperatuur ligt dan rond 14 graden, in de nacht daalt die tot onder de 10 graden. Morgen beginnen we met volop zonneschijn, maar in de loop van de dag komt er meer bewolking. En vooral de middag en avond gaat er vanuit het zuiden regen vallen. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden, dus wel iets zachter dan vandaag. Zaterdag gaat de temperatuur weer naar beneden, 16 tot 18 graden. Enkele buien vallen er, maar de zon schijnt ook geregeld. Op eerste Pinksterdag kan er ook een buitje vallen, maar is het met 20 tot 22 graden wel zacht. Maandag hebben we dezelfde temperaturen, maar wordt de kans op buien groter. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.